Vandaag zijn we op pad met de Pentax K3 Mark III. Maar zoals je al ziet, ik heb hem niet vast. Dus wie wel? Voordat we onze professional erbij gaan halen, gaan we eerst iets vertellen over de Pentax K3 Mark III. Dit is namelijk de compacte en ergonomische APS-C digitale spiegelreflexcamera van Pentax. Gemaakt voor de gepassioneerde fotograaf. En over gepassioneerde fotografen gesproken, Mike Muisbelt. Welkom. Hoi. Leuk dat ik er ben. Ja, nu weet ik dat jij niet alleen fotografeert, maar jij doet veel meer dan dat. Zou jij de kijker kunnen vertellen in het kort wat jij doet? Ja, tuurlijk, uiteraard. Ik zelf zie me echt als een manager van alles, als fotograaf. Ik geef workshops via het platform voor Photo United, zowel privé als in groepsverband. Ik organiseer fotoreizen naar Afrika. Ik ben spreker en ambassadeur van een aantal merken. En in de hoedanigheid van ambassadeur van Pentax ben ik vandaag graag bij jullie. Ja, tof om te horen. En naast al die mooie producten van Pentax ben ik eigenlijk ook wel benieuwd wat er voor andere mooie gadgets in jouw tas zitten. Er zitten flink wat gadgets in de tas. Hij is redelijk gevuld. Zullen we hem even openmaken? Jazeker. Oké, nou, ik heb natuurlijk heel veel meegenomen. Maar dankzij deze Mindshift First Light lukt dat ook. Extreem ruime tas, lekker hoog. Sommige vakjes heb ik zelfs een dubbele laag in. Dat ik ook mijn schroefjes en dergelijke erbij kan nemen. Ook belangrijk. Vandaag heb ik flink uitgepakt. Ik heb een selectie gemaakt van mijn meest gebruikte tools. We gaan eventjes van groot naar klein. Op het moment dat ik landschapsfotografie doe, ik heb extreem veel megapixels nodig en ultieme beeldkwaliteit, dan pak ik de 645Z. Die gaat dan in de tas op dit moment met de 2845, vergelijkbaar met een groothoek. Hij is al ietsje ouder, maar de beeldkwaliteit is nog steeds fenomenaal. Dus dit is mijn werkpaard op het gebied van landschappen. Dan zit er in de tas wat tot voor kort mijn echte werkpaard was. De Pentax K1 Mark II, de full-frame camera. En daar is eigenlijk heel mijn hedendaagse kit omheen gebouwd. Dit moment de 2470 zit erbij. Altijd zit er een 70-200 2.8 bij. En in wildlife situaties pak ik ook altijd een 150-450 mm. Nou, daarvoor zijn we hier vandaag niet. We zijn hier vandaag voor de K1 Mark III, de nieuwe APS-C camera. Yes. Ik dacht dat ik klaar was met APS-C, maar dat was ik niet. De autofocus in deze Mark III is zo extreem goed verbeterd dat ik mezelf tekort zou doen als ik hem niet voor wildlife zou gebruiken. Beeldkwaliteit ook fantastisch. Dus op het moment dat hij uitkwam heb ik hem gelijk toegevoegd aan de kit. En ik heb vandaag iets heel erg bijzonders. We zullen hem straks wel even iets beter zien. Er zit een lens op die nog niet eens uit is op het moment dat we dit filmen. De nieuwe DA-Star 1650. Ik test hem nu al een maand. En deze combinatie is echt een droomcombinatie. Dus waar we kunnen ga ik die vandaag ook nog wat verder inzetten. Er zit nog wat klein grut in. Af en toe maak ik met de Ricoh Theta 360 graden foto's. En ik zet hem dan boven op mijn, op mijn camera. En op het moment dat ik de kijker wil laten zien in wat voor omstandigheden ik fotograferen ben, klik ik hem even af en ik heb een 360 graden fotootje. Het is allemaal groot en het is allemaal zwaar. Soms wil ik gewoon net als iedereen gewoon kiekjes maken. Dus er zit ook altijd een Ricoh GR3 in de tas. Dus dat is eigenlijk mijn kit. Alle bodies van Pentax hebben één ding gemeen. Ze zijn hufterproof. En daarmee bedoel ik, je kunt ze laten stuiteren. Ze hebben uitstekende weather sealing. Het zijn volledig magnesium bodies. En dat betekent dat ik mijn tas een keertje kan laten vallen. Ik kan mijn camera in de regen laten staan. Dus dat hebben ze allemaal gemeen. Voor mij de grootste verbetering in deze is de autofocus. Meer dan 100 focuspunten. Dus de spreiding is een stuk groter geworden. En het meest belangrijke, de tracking is een stuk beter geworden. In het verleden moest ik mijn shots altijd heel goed timen. En dat was vaak mijn camera-instelling is dat mijn eerste shot scherp moet zijn. Dat is trouwens met de K3 niet anders. Alleen je merkt gewoon dat de K3 veel beter is in het voorspellen welke kant je onderwerp loopt. Dus zelfs als een fietser met een aardegangetje recht op je af komt lopen, is die fietser beeld naar beeld naar beeld naar beeld, of is hij scherp. Onvoorspelbare dieren. Ja, precies. Ja. En dat is voor mij de grootste verbetering in deze camera. Ja, over die autofocus gesproken. Zullen we maar eens een mooi plekje gaan zoeken om die te testen? Absoluut, lijkt me een goed idee. Helemaal goed. En terwijl Mike een mooie locatie uitzoekt hier in Scheveningen, zal ik je wat meer vertellen over de videospecificaties van de Mark III.
Met de Pentax K3 Mark III kun je opnemen in 4K Ultra HD tot en met 30 frames per seconde en in Full HD tot en met 60 frames per seconde. Dit kun je opnemen in een MOV, MPEG 4 of A264 format. De Pentax K3 Mark III is voorzien van beeldstabilisatie. Dat maakt uit de hand schieten heel wat aangenamer. Iets minder aangenaam is wellicht het niet hebben van een kantelbaar LCD-scherm op de body, maar je hebt wel een HDMI-output op de camera. En het is die type D-aansluiting. Oh. Dit wil dus zeggen dat je door middel van die HDMI-output wel een externe monitor op de camera kunt bevestigen. Geen kantelbaar LCD-scherm dus, maar dat is met een reden, want Pentax heeft volledig ingezet op die viewfinder. En Mike, wat bedoelen ze precies met dat Pentax zich meer op de viewfinder gaat richten? Ja, het is een filosofie die ze eigenlijk, ze hebben de knoop doorgehakt wat ze willen doen. En de viewfinder is voor Pentax de meest belangrijke tool voor je camera. Ze vinden dat je als fotograaf een connectie moet hebben met je omgeving. Ze zijn een beetje wars van dat digitale schermpje wat je bij de mirrorless natuurlijk hebt. Dus ze hebben zoiets als je als fotograaf die camera aan je oog ziet, moet je gewoon als het ware één worden met je omgeving. Dus wat ze hebben gedaan, ze hebben de vergroting van die viewfinder vergroot. En hij is nu vergelijkbaar met de viewfinder van de fullframe K1. En van de viewfinder met de full frame of met de middenformaat camera. En op het moment dat ik de eerste keer aan mijn oog zette, dacht ik van nou, is dat nou al die hype? Ik vind het niet zo bijzonder. Dus ik heb mijn oude K3 uit de kast gepakt, daar nog een keertje erheen gekeken. Ik zei van verrek, dat bedoelen ze. En die viewfinder is zo'n genot om erheen te kijken. Het type glas wat ze hebben gebruikt is helderder. Dus ja, als je er doorheen kijkt, is het echt zoiets van ja, dit, zo voelt fotograferen. En dat klassieke gevoel van fotograferen willen ze heel graag in stand houden. Vandaar ook het platte afgeplatte schermpje. De viewfinder steekt een klein beetje uit je oogschelp, zodat er wat meer plek is voor je grote neus. En dan kun je lekker aan de slag. Ik moet nu trouwens denken aan een van de features die ik zo fijn vind in elke Pentax camera. Dat is de automatische horizoncorrectie. En ik fotografeer nu uit de hand en ik heb de eigenschap, dat is ik mijn onderwerp volg, dat ik een beetje draai met mijn elleboog. En wat de Pentax camera's doen is tot 2 graden scheve horizon wordt in de body automatisch rechtgezet. En dat scheelt echt een hele hoop in de nabewerking. Hey Mike, nu ben je al je hele leven Pentax ambassadeur. Hoe bevalt dat? Nou ja, niet heel mijn leven, gewoon 30 jaar of zo maar. Maar de reden waarom ik bij Pentax ben begonnen en ook nog steeds met Pentax fotograferen is met name beeldkwaliteit. En elk type body die ik zie, zie ik de beeldkwaliteit weer een stukje verbeteren. En nu ook weer met die K3. Hij heeft een ISO van 1,6 miljoen. Dat is natuurlijk absurd, dat is alleen voor bewijsplaatjes mooi. Maar waar ik vroeger mijn persoonlijke plafond ISO 1600 was, merk ik gewoon dat ik met die K3 op dit moment niet twijfel om ISO 6400 te selecteren als de situatie daarom vraagt. En dat opent gewoon weer nieuwe creatieve mogelijkheden. En ik kan 's avonds als het donker wordt langer doorfotograferen. Dat is natuurlijk een combinatie die Pentax zelf ontwikkelt. Het is een combinatie van die 25,7 megapixel BSI sensor. Maar in combinatie met hun eigen ontwikkelde accelerator unit en hun imaging engine. En die combinatie samen bij elke camera die ze ontwikkelen klopt gewoon perfect. Dat is mooi. Ja, wat betreft de ISO, ik denk dat je hem een beetje omhoog mag krikken als we er zo naar boven kijken. Ja, we krijgen een mooie dreigende lucht. En als ik straks die sluitertijden hoog wil houden, dan mag ik inderdaad aan de bak. Ik heb net even wat leuks gedaan met een feature die ook op deze camera zit. Je ziet dat bootje hierachter. En ik had net een hele mooie compositie gemaakt hier van de pier. Pentax heeft pixel shift resolutie en met pixel shift resolutie worden er 4 opnames gemaakt. Die 4 opnames worden samengevoegd voor nog betere contrasten, nog betere scherpte. Maar met zo'n bewegende boot in de achtergrond, 4 opnamen, normaal gesproken zou je denken dat gaat niet werken. Maar Pentax heeft dus een manier gevonden dat het bootje maar 1 keer wordt weergegeven, dus op dat stukje
geen pixel shift resolutie, maar de rest van je beeld wel. En het resultaat is fantastische scherpte, fantastische resolutie. Normaal gesproken maak ik die beelden niet, tenzij ik helemaal klaar ben en denk van dit is een topshot. Dan zet ik hem aan, want de bestanden worden ruim 100 MB. Hij maakt hier die vier beelden en die vier beelden voegt hij samen. En dat is dus die pixel shift resolutie. En dan vervolgens heb je hier het resultaat van die ene foto. Je ziet het dan, met name hier onderin, op die keien. Maar dit is meer dan 100% vergroot. Dit is de 100% vergroting. Dit is zo loeirete scherp gewoon. En daarvoor gebruik je hem. We hebben net wat landschapswerk gedaan. En wat ik nu ga doen is even heel snel de camera door middel van de smartfuncties aanpassen voor wat actiefotografie. Wat ik in dit geval eventjes aanpas zijn de drive mode. Die zetten we op high speed. En ik pak de autofocus area wat kleiner. Een groepje van 5. Zodat ik Lars wat beter kan tracken. Deze sequence wil je hebben gewoon. Die is... Met name dit stukje is mooi. Eventjes, ik kon het niet laten. Moet natuurlijk voor de socials even een beeld maken. Ik heb nu even met mijn telefoon verbinding gemaakt met de camera die daar staat. Gewoon via wifi. Ja. Ik kan de belichting aanpassen, focuspunten aanpassen. En ik kan gelijk eventjes smilen naar de camera. En klik, we staan erop. Voor situaties als dit is het gewoon leuk als je wat betere foto hebt. De connectie, camera, telefoon tegenwoordig hebben ze goed voor elkaar. Leuk voor de behind the scenes. En dan zie ik ook dat je telefoon een USB-C aansluiting heeft. En dat is dezelfde als die bij de Pentax. Absoluut. De K3 wordt geleverd zonder lader. Ik zat eerst te denken, waar is hij gebleven? Menu nakijken. Oké, geen lader meer nodig. Inderdaad, gewoon opladen via USB-C. Ik denk een hele goede move. Want wat Pentax ook al 10 jaar heeft. Steeds weer dezelfde lader, steeds weer dezelfde batterij. Ik heb al wat camera's versleten. Dus ik heb een heel stapeltje batterijen liggen, een stapeltje laders liggen. En dat geldt eerlijk gezegd denk ik wel voor de meeste Pentax. Gebruikers. Vaak groeien mensen mee met het merk Pentax. Ja, dus eigenlijk iedereen die ik ken, of veel mensen die ik ken, die hebben ook al een batterij, die hebben ook al een keer een lader. Dus ja, beter voor het milieu. Ja. Altijd goed. Nee, top. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je op die reisjes in Afrika ook niet echt in de buurt bent van een stopcontact. Nee, zelf. Ik neem vaak een batterijtje of 6-7 mee, okay. Denk ik. En ik heb een converter in de auto zitten. De converter heb ik gewoon een stopcontact in de auto. Oh, ja. En ik laad daar zowel mijn laptop als de batterijen op. En ja, meer heb je eigenlijk niet nodig. Nee, top. Koken doe ik op een houtvuurtje. Ja. Dus inderdaad, gewoon zorgen dat de elektronica werkt en verder red je het wel. Nee, leuk. Ja. Ja. Naast batterijduur is opslag natuurlijk net zo belangrijk en de Pentax K3 Mark III heeft daarbij 2 SD-geheugenslots. Nou, nog even terug naar die reisjes van Mike. Reisvriendelijk, dat is de Pentax K3 Mark III ook zeker weten. De body is namelijk gemaakt van een lichtgewicht magnesiumlegering met een hoge stijfheid. Daarnaast is deze ook nog eens stof- en weerbestendig en heeft deze speciale afdichtingen op cruciale onderdelen van de camera. Nou, tot zover onze review over de Pentax K3 Mark III. Mike, ik wil je heel erg bedanken voor je komst, je uitleg en de foto's. Ik ben heel erg benieuwd naar de resultaten, maar die hebben jullie natuurlijk al lang gezien. Ja, nou, heel erg graag gedaan. Dank je voor de uitnodiging. En volgens mij sluiten we net op het goede moment af. Ik denk het ook. Ik denk dat wij snel die kant op moeten. Ja, het is Pentax weer, want deze weather sealed, maar toch. Kijk. Ik ben wat minder Pentax-proof. Nou, vonden jullie nou een leuke en interessante video? Vergeet dan vooral niet op dat mooie like-buttonnetje te klikken. Abonneer op ons kanaal als je geen enkele video wilt missen. En dan wil ik je nogmaals bedanken voor het kijken. En tot de volgende. Gaan wij snel naar huis. Ja, absoluut. Dat was een kont-shot. Ik heb één regel als fotograaf. We fotograferen geen konten.